Lekker Piet, maar wat zullen we bestellen, Rob? Weet je, zullen we die pizzadozen bestellen voor Gerrit? Als cadeautje. Als cadeautje, weet die man die doet het voor zijn moeder. En weet je wat je ook moet bestellen? Die vind ik heel erg leuk, de crocodile. Oh, dat is inderdaad een. Ja, dat vind ik een hele leuke straat. Zigzagplantje, die doe ik erbij. Ik mis mijn koekje. Oh, wat een shirt. Ja, wat is dat mooi, hè? Dat grijs op die achtergrond. Dat is de Karokia Maori. Dat noemen ze het zigzagplantje. Waarom? Die takjes die lopen elke keer zo zigzagend heen en weer. Met van het hele fijne blad. De visite van deze week is de Karokia. Dat is een echte winterplant. Ze zeggen ook wel eens de zigzagplant. Dat komt eigenlijk door het zeeltje. Het is een plant, sommige mensen vinden het maar een saaie plant. Ik vind het juist een hele artistieke plant, vooral als het een beetje mengt met andere planten, want hier staan die grasklokjes te bloeien. Wat heb ik hier? Mooi of niet? Een calteria. Normaal kennen we natuurlijk de rode, maar dit is de pul. Die heeft roze bessen erin en dat combineert mooi met die tiarella. Die pot aangevuld met de calteria Big Berry. Er zitten van die grote rode bessen aan en die doen het heel erg goed rondom de kerst.